YouTubers lijken alles voor elkaar te hebben. Ze zijn bekend, soms zijn ze rijk. Het lijkt wel alsof al hun dromen al zijn uitgekomen. Vandaag gingen wij de challenge aan om de droom van een YouTuber uit te laten komen. We moesten naar ver, maar we zijn nu in België en het gaat ons vandaag lukken. Let's go. Nee, een andere YouTuber natuurlijk. Onze grote vriend uit België. Hey, sit baby. Alright, ben je er klaar voor? Ja, lekker. We gaan je een kleine hint geven voor je droom. Okay. Let's go, let's get it. No way! Holy shit! Okay, thank you. Let's go! Dit is de capybara, een knaagdier uit de familie Cavidae. De naam capybara betekent letterlijk heer van het gras. Ja, dit is inderdaad de Wikipedia, maar ik ben er bijna doorheen. Ze leven in moerassen, rivieren en meren. En Acid is dus groot fan van dit beest. Jarenlang fascineert hij zich al over dit dier, maar hij heeft er nog nooit één in het echt gezien. Dus wij gaan naar de dierentuin om Acid's grote droom uit te laten komen. We zijn op locatie aangekomen. De capybara gaat mee. Heb je er een beetje zin in? Insanely excited. Gewoon een paar minuten gaan jullie kijken hoe drie volwassen mannen een capybara gaan voeren. Let's go! Als eerste was het tijd om Nathan kennis te laten maken met zijn grote idool. Daar is er één. Oh. Huge! Capybaras zijn de grootste waterzwijnen ter wereld. Het is eigenlijk gewoon een beetje een grote cavia, maar ze kunnen ook zwemmen en dat weten niet veel mensen. Ze komen uit Brazilië, denk ik. Als ik iets verkeerd zag, dan... Nou, hey, zit. Dat was het. Maar we kunnen niet dichter bij de capybaras. Nee, dat had ik door. Ik dacht waarschijnlijk ook al dat ik niet ging mogen. Helaas. Dus, maar we hebben toch dit. We hebben die. Ook leuk. Ik weet dat jullie aan het lullen zijn. Ik weet dat bullshit. Het is voor jou de eerste keer dat je ze gezien hebt. Precies wat ik had verwacht. Ja? Gewoon de rust zelf. Gewoon aan het chillen. Ze hebben, wat je nu ook goed zag, was ze hebben rare poten. En deze omdat ze kunnen zwemmen ook. Dus hun voetjes is alsof dat helemaal niet op hun lichaam past. Zij zo zwemmen verliezen. Zij zo grote reiskeuze. Goed verhaal. Straks gaan we natuurlijk de capybara's voeren. Maar omdat we het gevoel hadden dat we daar nog niet helemaal klaar voor waren, gaan we eerst op wat andere dieren proberen. We zijn even aan het oefenen, voorproefje, hoe we al die lieve dieren hier eten moeten geven, zodat we straks helemaal klaar zijn voor de capybara's. Gaat helemaal goed hier. We zijn er bijna klaar voor, maar we gaan eerst naar de giraffen om onze voerskills nog beter te maken. Je moet wel rustig zijn en chillen. Kan je dat rustig zijn? Nee, kalm. Ja. Ik denk aan de veiligheid van de dieren. Ze hebben ons net verteld dat als je plotse bewegingen maakt bij de giraf, dan beginnen ze te lopen en dan breken ze hun benen. Dat is heel goede content. Ik wist ook niet dat dit ging gebeuren. Ik denk dat niemand dit wist. En? Nee, je bent rustig gebleken. Ja, ik denk dat dit de hardste dieren zijn die hier hebben. Zoals ze zagen, deze zijn met uitsterven bedreigd. Dus dit doe je niet elke dag. 600 nog maar in het wild. Toen was het eindelijk zover. We gaan onderweg naar de capybara's. Het moment. Capybara's voeren. Het moment is hier. Mijn hart is hard aan het bonzen. Ik heb net de giraf gevoerd, maar nu is het tijd voor de real deal. We staan backstage. Capybara. Daar gaan we. Jason. Oh.
Het is gewoon een beetje verdeeld over de 2-0, misschien één op twee van die prijstopjes over. Zo, hè? Ja. Oké, okay. Gaan we. Jullie weten niet wat voor belangrijk moment het voor mij is. Slow move. Ja, jullie hadden buiten moeten blijven. Nee, ik zag nog dat jullie buiten moesten blijven. Je had één taak. Nee, jullie had één taak. Ik zag dat hij blijft buiten. En ik check achter, maar ik zie ze alle twee naar binnen wandelen. Ik dacht van no. Ze waren zo dichtbij, één taak. Hij deed één stap jullie naar voren. Jullie moesten buiten blijven. Gone. Jullie hadden buiten moeten blijven. Het was too crowded. Dit was poging 1. Ik had alles onder controle. Volgende keer blijven zij buiten, ga ik alleen naar binnen. We lieten de capybara's even met rust, zodat ze weer naar hun plek konden gaan. We voerden even deze vogel in de tussentijd. En toen gingen we weer terug voor poging nummer 2. Oh my, ze zitten echt close. Ze zitten echt recht voor de deur. Maar toen Nathan iets dichterbij wilde komen, vluchtten ze weer het water in. Doen alsof dat gelukt is en niks zag het tegen. Het is gelukt! Wow, joh! Je droom uitgekomen. Het is niet gelukt. Nee, dus het lag toch aan jou. Het is. En het, in het vorige shot dan ons de schuld geven, ja. Omdat wij meegingen. De vorige keer ging het gelukt zijn. Ja. Dus nu waren ze al een beetje in paniek. Nee, insane. Het was, we hebben twee kreetjes gekregen wel. Ik dacht even dat het ging lukken. Er was zo één aan het chillen in de zon. Ik zag hem kijken naar die bamboe. Er was een moment dat ik dacht van ik heb hem. En dan deed hij. En dan liep hij weg. We hebben de capybara's gevoerd, dus we besloten zelf nog even wat te gaan eten. Okay, we hebben net alle dieren eten gegeven en we zitten nu zelf eventjes te eten. Nathan, we hebben hier een ultieme Belgische snack. Stel, we zouden een tierlist hebben. Waar zou je hem inzetten? Het is hier aardig. Mocht je nou een ultieme Belgische tierlist video willen zien, check die dan op ons kanaal. Samen met Nathan ook. Ja, zit het er weer op denk ik hier, of niet? Nou. Nee. We hebben nog een verrassing voor jou. Voor mij? We hebben Nathans droom laten uitkomen. Maar we weten, Stan is fan van attracties. Hij houdt bij hoeveel attracties hij heeft gedaan in zijn leven. Hij weet hoeveel achtbanen hij heeft gereden in zijn leven. Hoeveel? 247. 247 achtbanen. En we gaan er vandaag eentje aan toevoegen. Oh, ze hebben hier jouw droom laten uitkomen. Nice. Ik hang nu gewoon 90 graden omhoog. Verticale hoek. I'm ready first, baby. It's nice. Heren, ga je capybara gevoerd? Je hebt ze gevoerd. Ik heb ze eten, ga je even, ze hebben niet uit mijn hand, ga je kijken, ik ben gelukkig. Droom uitgekomen? Zeker. Die van jou? Nice, mijn droom is ook uitgekomen, nieuwe achtbaan op de lijst. Bellewaarde, onwijs bedankt voor het opnemen van deze dag. Nou, join the family, subscribe op rp.nl en dan zien we in de volgende video. Shoutout Erp, shoutout Bellewaarde, man, love! Abonneer op RP.nl hebben we het over, hè?